En de hele gelukkige winnaar is de familie Luitjes uit Harderwijk. En dan staat hier het gelukkige gezin met de hoofdprijs maar liefst. Een vakantiewoning, hoe voelt dat? Ja, nog steeds onwerkelijk, hè? Ja, het is een beetje raar, een beetje wennen. En wanneer hebben jullie besloten om mee te doen met de loterij? Nou, ik geloof in januari. Toen heb ik voorbij zien komen dat er niet genoeg loten waren verkocht. En toen zag ik dat op 26 maart de trekking was. En dat is onze trouwdag en zijn geboortedag. Toen dacht ik, nou, ik waag het. Hoe vind jij het? Ja, ik vind het heel leuk. Ook leuk dat het op mijn verjaardag was. En dat we nu deze prijs hebben. Ik denk niet dat je elk jaar op je verjaardag zo'n groot cadeau krijgt. Nee. Ik hoop dat we ervan kunnen genieten. Dat is de bedoeling eigenlijk. En met ons andere mensen ook. Dus dat is ook een beetje voor de familie, zeg maar. Ook een lekker vakantiehuis. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. En met hoeveel loten hebben jullie meegespeeld? Eén. Eén en dan dit winnen. Ja. Tuurlijk. Ja. Hoe vind jij het? Ik vind het heel erg leuk. Ja, ben je al een beetje stiekem aan fantaseren wat jouw kamer wordt? Ja. Het Hart van Oosterwolde houdt in dat deze accommodatie straks verwijderd zal worden. En die straks op een nieuwe plek, is op het sportpark van de voetbalvereniging hier. Die hebben één veld ingeleverd, daar komt straks het hele complex op. Het Hart van Oosterwolde, er moest natuurlijk een hoop geld voor komen. Dus de gemeente besliste, we gaan zoveel ervoor uittrekken. De provincie heeft er zoveel voor uitgetrokken. Maar we kregen ook een opdracht als dorp. En het dorp moest zoveel geld meebrengen om in dit project te stoppen. Dan denk ik, tjee, naartoe een paar ton van het dorp van 2300 inwoners, best mega veel geld. Hoe gaan we dat doen? Nou, zodoende zijn we daar hierbij terechtgekomen, bij de superloterij. Hoe is het laatste stukje gegaan? Want het was nog een beetje spannend. Ja, we moesten wel een paar hommeltjes over. We zijn uiteindelijk begonnen vorig jaar juni. Ja, daarvoor al met de voorbereiding, maar de loterij begon begin juli. De trekking zou zijn 30 december. Dat was de eerste keer gepland. Ja, we moesten 17.500 loten verkocht hebben. Maar toen hadden we er nog maar 3.000. Dus dat kon niet doorgaan. En het heeft ons verbaasd hoeveel mensen gezegd hebben dat, mocht het niet doorgaan, mag u die 33 euro houden. En dat was wel heel verwarmend. Gefeliciteerd, een van de gelukkige winnaars. Wat heeft u gewonnen? Ja, een waardebon voor in de bouwmarkt eigenlijk, als het ware. Dus hartstikke leuk. En dan van 1000 euro. Ja, komt die goed van pas? Ja, zeker. Altijd. Dus komt helemaal goed. Toen hebben we het verlengd. Een nieuwe manier van media-aandacht gezocht. Dat ging enorm goed. Via de landelijke dagbladen, via de internetsites. Ging ook super, alleen we waren er nog niet echt waar we moesten. En we kwamen wel dicht onder de volgende datum, 26 maart. Heel veel energie gestopt om Hart van Nederland ervoor te krijgen. Dat wilde aanvankelijk niet, want mensen reageerden van, joh, een loterij is toch niet zo bijzonder. Maar over de band van TV Gelderland is het ons gelukt om Hart van Nederland te krijgen. En die belde deze morgen, vorige week, van we komen. Met een uur zijn we er. Nou, dan is alles in rep en roer. En sindsdien dat het aandacht heeft gekregen, heeft ons echt over de streep getrokken. Want toen was het niet aan te slepen. En dan zijn jullie zomaar de gelukkige winnaars van een waardescheck van 6000 euro. Hoe voelt dat? Nou, heel geweldig. Ja, is wel leuk. Ja. Maar alleen, wij hebben de tuin al vol. Wij wonen klein in een patio. Dus we gaan even overleggen wat we doen. Hebt u belangstelling? Hij is over te nemen. 10% korting zit er altijd in. Ja. Ik kom zelf uit Wezen. En toen mijn vader nog leefde, hadden we een hele grote familie. En dan huren we op een zaterdagmiddag dit hele gebouw met sporthal erbij. En zeiden we, nou ja, dat is toch wel leuk. Oosterwolde is qua leeftijd een van de jongste dorpen in Nederland, qua leeftijdopbouw. Er komen 150 woningen bij, dus dat wordt nog meer. En we hebben met z'n allen gedacht, we moeten Oosterwolde echt een hart geven. Maar ook voor de komende generatie. Dus we moeten iets moois maken. En dan bent u zomaar de gelukkige winnares van een prachtige keuken. Hoe voelt dat? Heel goed. Ja, goed gevoel bij je. Kwam het goed van pas? Ja, heel goed. Ja. Ja. En wat gaat er door je heen als je hoort dat je dit gewonnen hebt? Ja, heel wat. Want je gelooft het niet. Tenminste, ik geloofde dit niet. Want jullie hebben het nagekeken. Moest bewijs tonen om tot het doordrong. En toen belde ze ons op. Ja. En toen zei ze, je hebt een keuken. Ik zei, ja, je neemt me in de maling hoor. Dat kan niet. We gaan er lekker van genieten. Ik hoop dat jullie daar veel lekker kunnen koken. En samen in de keuken kunnen zitten nog. Nou, geniet ervan. Ja, nou, hartelijk dank.
Nanne, nu sta je hier voor je prachtige dorp. En nu is de loterij een succes geworden. Hoe blij ben je? Ik ben heel erg blij. Nog blijer dan blij, kan ik wel zeggen. Dat dit geslaagd is. Het was echt voor de organisatie heel veel werk. Vooral die mannen van Os en Veldtoen hebben gigantisch veel werk verricht, kan ik wel zeggen. Echt mega veel. En ik heb vanmorgen met iemand gesproken. Er was iemand van, ook van de gemeentes uit Nederland. En die had ook heel veel te maken met de burgerparticipatie. En ze zegt dat dit geslagen, dat is uniek. Want er gebeurt iets wat nergens als ze het van de grond krijgen. En jullie in Oosterwolde, in een kleine dorpje. Nou, ze vond het meer dan geweldig. Ze vond het super. We gaan naar Duiven, naar de heer Klaus. En mevrouw Klaus is van harte gefeliciteerd. Ja. Nog een gelukkig gezin. De tweede prijs, een auto. Nou, hoe voelt dat? Ja, ja bijzonder. Heel bijzonder. Ja, die van jullie besloten mee te doen? Ik. Ik wist het niet eens. Ik kwam hem tegen, die advertentie. En ja, dat het was een goed doel. En een hoop elektrische en milieuvriendelijke prijzen. En ja, dat stond me wel aan. En een kleine loterij. Dus meer kans om wat te winnen natuurlijk. En met hoeveel loten speelden jullie mee? Twee. Nou, dan heb je een beste prijs hiervoor, of niet dan? Ja, supermooi. Ruil. Ja. Ja, ik wil allereerst alle mensen bedanken die een lot hebben gekocht voor dit prachtige, fantastische project. Hier in Oosterwolde weer, dat kleine dorpje uit de gemeente Oldebroek die het wel weer even heeft gedaan. Die opdracht hebben we meegekregen van de politiek. En vaak zijn wij wel degene die het dan moeten doen. Dan zie ik wel bij andere dorpen, die hoeven er weinig mee te brengen, maar wij moeten daar zoveel meebrengen. Dan denk ik, nou, tjaka, we hebben het mooi gedaan.